Hoi, welkom bij de volgende video. Vandaag leg ik je in deze video uit hoe je aan de hand van een aantal bekende zouten de samenstelling van een onbekend zout kunt bepalen. Dit is iets wat je met je praktijkexamen ook gaat doen. De opgave luidt als volgt in dit voorbeeld. Op de grond van lokaal 213 wordt een wit vast zout aangetroffen. Dit zout is gevallen uit de bak A tot en met D van het alfabet. En alfabetisch op symbool, niet naam. En staat in de lijst met zout in je BINAS-tabel. Anders kun je hem natuurlijk niet kennen. Je weet dat het negatief ion ten alle tijde goed oplosbaar is in water. Bepaal met onderstaande zouten om welk zout het gaat. Maak een duidelijk stappenplan en sluit zo snel mogelijk zouten uit die het niet kunnen zijn. En hierbij zijn ook de 5 zouten gegeven die je kunt gebruiken om je te helpen. Dit zijn aluminiumsulfaat, kaliumchloride, kaliumfluoride, natriumcarbonaat en ammoniumfosfaat. Heel duidelijk, het onbekende zout is dus niet één van deze 5. Dit zijn de 5 hulpzouten. Kijken we nog een keer goed naar deze tekst, dan zie je dat er staat: ook weet je dat het negatief ion ten alle tijde goed oplosbaar is in water. Hiermee weet je eigenlijk al de identiteit van het negatieve ion. Je kent namelijk maar 1 negatief ion wat altijd goed oplosbaar is in water. Dit is het nitraation, NO3-. Bij je praktijkexamen zul je altijd 1 van de 2 heel makkelijk kunnen vinden. Of het positieve of het negatieve ion. In dit geval dus het negatieve ion nitraat. We moeten op zoek naar het positieve ion. Kijken we naar het positieve ion, dan staat in de tekst dat het zout gevallen is uit de bak A tot en met D van het alfabet. Op symbool. En dat het is in de volgorde van de BINAS-tabel. BINAS-tabel 32 in je BINAS. Welke mogelijkheden heb ik dan? Nou, ik heb zilver, aluminium, barium, calcium, koper en ijzer valt af. IJzer niet meer. Dit zijn dus de 5 ionen, gedeeltes van het zout, de 5 positieve ionen waaruit ik moet gaan opmaken welk onbekend zout ik heb. Het zal dus gaan om zilvernitraat, aluminiumnitraat, bariumnitraat, calciumnitraat of kopernitraat. Hiervoor moet ik een slimme tabel opstellen. Mijn mini-BINAS kan mij hierbij helpen. 1 van deze 5 zouten is het onbekende zout. Zilver, aluminium, barium, calcium of koper. En ik heb als hulpzouten deze 5 zouten. Aluminiumsulfaat, kaliumchloride, kaliumfluoride, natriumcarbonaat of ammoniumfosfaat. Het negatieve ion hiervan kan mij helpen. Het positieve is ten alle tijde goed oplosbaar met het nitraat, wat ik al weet. En het sulfaat, chloride, fluoride, carbonaat en fosfaat kan mij helpen. Hiervan maak ik een mini-BINAS. Deze 25 mogelijkheden kan ik opzoeken in BINAS en daar kan ik invulling aan geven. Zo is bijvoorbeeld aluminium sulfaat slecht oplosbaar, calciumfluoride ook slecht oplosbaar en koperfluoride goed oplosbaar. Hiervoor heb ik nog geen enkel proefje uitgevoerd. Hier heb ik echter alleen maar de BINAS-tabel overgenomen en kleiner gemaakt met alleen maar de voor mij nuttige zouten. Als ik nu mijn onbekende zout, een van deze 5 bevat, meng met bijvoorbeeld fosfaat gedeelte, en dan heb je het over ammoniumfosfaat, dan zie je dat dit altijd een slechte combinatie oplevert. Ik heb er dus niets aan om ammoniumfosfaat met mijn onbekende zout te mengen. Dat levert mij geen winst op. Ik zie geen verschil en ik zou geen conclusie kunnen trekken. Pak ik bijvoorbeeld het chloride en dan heb ik het over kaliumchloride, dan zie ik wel verschil. Want als ik in het onbekende zout zilver had zitten, krijg ik een slecht oplosbaar zout, een mengsel. En heb ik een van de overige, zal het goed oplosbaar blijven. Een oplossing dus. En in geval van zilverchloride ontstaat een suspensie. Hiermee maak ik wel verschil. Stel, deze is goed oplosbaar, dan heb ik nog steeds de mogelijkheid uit 4. Zou ik daarna mijn zout oplossen met aluminium sulfaat, wat voor het SO4 deeltje, het sulfaat zorgt. Zilver is dan al afgevallen.
Heb ik aluminium, barium, calcium, koper over, heb ik een goed oplosbare oplossing. Aluminium en koper blijven over, is die slecht oplosbaar, is het barium. En is het een matige oplossing, matig oplosbaar, spreken we over calcium. We werken echter op VMBO-niveau niet met matig oplosbare zouten. De uitvoering van het proefje. Je ziet hier dat ik als eerste het onbekende zout heb. Ik weet niet welk het is. Vervolgens zie je mijn 5 hulpzouten. Deze 5 zouten. Het onbekende zout, nogmaals, is niet één van deze 5. De 5 hulpzouten kan ik gebruiken om het onbekende zout te bepalen. Ik pak een spatelpuntje. Kijk goed wat onder een spatelpuntje verstaan wordt. Het is geen volle schep, maar ook niet één korreltje. Doe dat in een reageerbuisje. Veeg de spatel goed af. Dat is belangrijk. En in een ander reageerbuisje pak ik in eerste instantie kaliumchloride. Ik ga dus deze test uitvoeren. Kaliumchloride. Ik ga deze test uitvoeren. Doe ik in een ander buisje. In de beide reageerbuisjes zit nu alleen de stof. En het is ook belangrijk dat je de heldere oplossingen bij elkaar voegt. Dus eerst, voordat je ze mengt, dien je ze in een kleine hoeveelheid water. Neem ongeveer 2 centimeter in de reageerbuis. Kwispel de buis. En zorg dat beide oplossingen goed opgelost zijn en helder. Pas daarna voeg je ze bij elkaar. Zoals te zien is, zijn beide oplossingen helder en kunnen ze bij elkaar gevoegd worden. Het resultaat blijft een heldere oplossing. Hiermee valt dus het zilver af, dat zou een slechte oplossing zijn. En heb ik nog de keuze uit aluminium, barium, calcium en koper. De vervolgstap is met het sulfaat. Ik pak dus opnieuw een spatelpunt van het onbekende zout, één van deze 4. Ik pak een spatelpunt van het aluminium sulfaat. Allebei weer in 2 aparte reageerbuizen. Dit is het aluminium sulfaat. Wederom belangrijk dat beide buizen een paar centimeter, circa 2 centimeter aan water wordt gedaan. Beide stoffen moeten eerst goed opgelost zijn, zodat je 2 oplossingen bij elkaar voegt. Mocht een van de beide oplossingen niet helemaal goed oplosbaar zijn, kun je een kleine hoeveelheid water extra toevoegen. 2 heldere oplossingen bij elkaar. En je kijkt wat er gebeurt als je ze samenvoegt. Je ziet direct een suspensie ontstaan. Een zeer slecht oplosbare stof ontstaat. En dit kan alleen maar barium zijn. Andere waren matig of goed. Dat betekent dat we het positieve ion nu ook achterhaald hebben. Barium 2+. Het negatieve ion wisten we al. Dat was een nitraation. Dus de onbekende stof is daarmee vastgesteld. En het onbekende zout is barium nitraat. Ik hoop dat deze video jullie wat duidelijkheid heeft gebracht voor het praktijk zouten.